Dit programma is mede mogelijk gemaakt door De Boer, maatwerk in keukens. Hartelijk welkom bij Studio ADO. In deze aflevering praten we met de trainer Giovanni Franke en met speler Ricardo Kiesna. In de studio praten we weer met onze analist Ben van Dam. Ben, hartelijk welkom. We gaan beginnen op het trainingscomplex van ADO daar in Rijswijk. Want daar spraken we met de trainer Giovanni Franke. Giovanni, even terugkijken naar die wedstrijd tegen Jong Utrecht. Als je nou niet lekker aan een wedstrijd begint, dan is het denk ik voor een ploeg en voor een coach heel moeilijk om die zaak te draaien in de wedstrijd. Je stond heel veel te coachen, maar het bleef een matige wedstrijd. Ja, vond ik ook. Ze speelden voor het eerst in een vijfmans verdediging. Hadden we echt niet zien aankomen en bleek ook niet uit de analyse, want ze hadden alle wedstrijden gewoon een 4-3 gespeeld. Dus ze hebben zich heel erg aangepast. Compliment naar ADO natuurlijk, hè, dat ze dat zo als een bedreiging zagen. Alleen wij moesten daardoor schakelen, dus naar de beste formatie daar tegenover te zetten. Om controle en grip te houden op die wedstrijd. Dat ging op zich, na een kwartier ging dat wel goed. Waren we het betere team weer aan de bal. We creëerden wel te weinig, vond ik, omdat we niet de juiste loopacties maakten, met name in de diepte. Tegen een vijfmansverdediging moet je extra veel diepte maken. Deden we niet en daardoor werd het een beetje een vlakke wedstrijd. Ja, en daarna kwam het weer terug na die 1-0. Dat wij dan dat er toch een soort nonchalance in sluipt. We zijn daar hard mee bezig. We hebben er ook over gesproken deze week. Wat dat toch kan zijn dat we in de laatste minuten dan niet hem gewoon binnen kunnen brengen. Maar goed, dat is iets om op te lossen. Ja. 1-0 sta je dan voor in die wedstrijd. Je wisselt enkele sterkhouders. Ik denk dat je als trainer in deze fase nooit goed kan doen voor mensen. Want als je ze wat spaart, dan zeggen ze ja, dat is logisch. Maar als je dan punten verspeelt, zeg ik begrijp dat niet. Maar jij had het volste vertrouwen in dat die 1-0 of misschien wel meer nog over de streep zou worden getrokken. Ja, kijk, en ik denk de uitleg daarvan, van dat ik wisselde, let ik altijd op mijn woorden. Omdat ik het soms beledigend vind als ik mijn wissels niet de credit zou geven daarvoor, voor het invallen. Ik kan Sam Stijn wisselen voor Sammy Bouraar. Dan is dat toch gewoon een volwaardige wissel. Dan kan ik toch niet zeggen, daar wordt het team slechter van als het Sammy Bouraar inbrengt. Nee, dus daarom vind ik het lastig om dan te zeggen van bouw je van je wissels. Nee, tuurlijk niet. Sammy Bouraar komt erin. Dat is toch gewoon een geweldige speler. Ja, daarom zeg ik ook, je kunt het als trainer in zo'n fase bijna nooit goed doen. Nou, of de buitenwacht wil het niet zien. Ja. Dus dat het persoonlijk is, dat kan ook. Hè? Want ja, misschien dat de bepaalde mensen op mij als trainer het niet zien zitten, dat kan. Maar ik vind als jij een wissel Sam Stijn en Sammy Bouraar doet, dat gewoon bijna volwaardige wissels zijn. En dat moet kunnen in deze fase. Kijk, Thomas was een ander verhaal, omdat Thomas in de 88e minuut aangaf dat hij last had. Dus die werd noodgedwongen gewisseld. Ja. En Daryl Janmaat, die weet je dat hij ongeveer 60, 70 minuten kan spelen. En dan moet hij hem uit voorzorg ook wisselen. Ja, dat is helder. Ja, dus daarom wist ik mijn sterkhouders. Maar ja, als jij op mij uit bent, dan snap ik dat je daar iets kritisch in gaat zoeken. Maar vanuit logica, ja, dan zijn dit logische wissels eigenlijk. Het was geen kritiek, maar was de vraag. Nee, niet naar jou, hè? Nee. Niet naar jou. Maar ik weet dat andere omroepen, of laat ik het zo zeggen, die daar wat meer op zaten. Misschien voor de verkeerde beweegreden. Nou, zo dat spelers balen natuurlijk ook van als ze zo'n wedstrijd voorschoten. Die willen het publiek natuurlijk ook graag van maken. Jullie hebben erover gesproken. Wat geven zij dan als reden aan dat het dan niet mee zit in zo'n wedstrijd? Ja, dat is soms het. Kijk. Als iets is wat deze ploeg heeft, is het dankbaarheid naar de supporters. Want die hebben heel het seizoen er al achter gestaan. Deze ploeg komt ook van heel ver. Hè, want aan het begin van het seizoen kregen wij als mededeling voor doelstelling dat we linkerrijtje moesten spelen. Dat was de doelstelling. Ja, ja. Nou, en de ploeg knokt zich. We staan nu in punten eigenlijk derde. Ja, en ze willen niets liever geven dan een 5-0, 6-0 thuis overwinning tegen Jong Utrecht of kampioen worden. Ja. Die strijd met Volendam die we lang hebben volgehouden. En ik denk soms dat het een beetje tegenwerkt. Dat ze zo graag willen, dat het daardoor een beetje, ja, als het ware, een beetje in de benen schiet of zo. Of ze gaan overdreven veel rennen. Want ja, je ziet wel dat ze hun best doen.
Alleen dan komt het er net niet uit. En ja, dat is dan zonde. Nu alle focus op de na-competitie. Maar ja, het is wel lekker. Je hebt nog 2 wedstrijden te gaan. Als je richting die na-competitie nog 2 echt lekkere wedstrijden neerzet. Dus dat is ook goed voor je moraal. Ja, dat ben ik zeker met je eens. We moeten wel rekening houden met het een beetje bijzondere aan de schema. Als je derde wordt en je speelt vrijdag en je wordt derde, moet je maandag alweer beginnen. Dus heb je maar 2 rustdagen. Als je vierde of lager wordt, begin je dinsdag. En dan heb je 3 dagen rust. Dus ja, wil je dan liever derde worden of wil je dan liever vierde worden? Ja, dat is ook iets waar de spelers zelf over nadenken. Aan de andere kant, als we kijken welke clubs dadelijk ook in die na-competities terecht gaan komen mogelijk. Ja. Of je dan de derde wordt of vierde wordt. Al die ploegen die daarin zitten, dat zijn allemaal lastige tegenstanders. Ja, natuurlijk. Zeker Tom, als je gaat kijken naar de geschiedenis. Ja. Dat de nummer 7, 7 en 8 de laatste 3 jaar zijn gepromoveerd. De nummer 7, 7 en 8. ADO destijds ook. En ADO destijds ook. Ja. Dus ja, wat is logica, weet je wel. Nou, en goed dat je deze vraag stelt, want nu kunnen we het aan de voorkant een beetje bespreken. Omdat anders achteraf krijg je altijd van haar de verkeerde keuze gemaakt. Maar ja, je ziet hoe lastig het is. Ja. Dan speel je de volgende wedstrijd morgenavond tegen Almere thuis. Een ploeg waar dan nog wat op het spel staat. Zeker. Wie weet, misschien nog wel een van de tegenstanders in de na-competitie. Ja. Dat is misschien toch lekkerder voetballen als dat je speelt tegen een ploeg. Juist. Die ergens onderin bengelt. Ja, zeker. Dat was ook een bijkomstigheid natuurlijk. Utrecht had zich ook echt aangepast aan ons. 5-mansverdediging en heel klein maken. Terwijl we verwachten morgen dat Almere voor de punten moet gaan. En dan aanvallend voetbal zal spelen, wat wij ook doen. En ik denk dat je dan een leukere wedstrijd krijgt. Ja. Mis je nog spelers? Nou, Sammy Bourard haakte net af van de training. We moeten even kijken hoe het met hem is voor morgen. En voor de rest is iedereen er wel bij. Dus heel veel succes. Dankjewel. Een fijne wedstrijd. Dankjewel. Tot zover de trainer Giovanni Franke. In de studio ga ik praten met onze analist Ben van Dam. Ben, welkom nogmaals. En ja, even terugkijken naar de wedstrijd die ADO Den Haag speelde tegen Jong FC Utrecht. Het was wel een hele matige vertoning. Ja, het was inderdaad niet te leuk ook voor het publiek. Gewoon een matige wedstrijd, slechte wedstrijd. Je hoopt dat je tegen zo'n jong team ook lekker uit kan halen qua scores. Een stukje zelfvertrouwen pakken. Nou, dat is helaas niet gelukt. Sterker nog, je geeft de wedstrijd nog uit handen ook en je pakt maar 1 punt. Ja, want dat hadden we allemaal wel gedacht. Verheid, hoog op de topscorerslijst tegen Jong Utrecht. Ja, dat figureert wat mee in die keukenkampioendivisie. Daar kun je tegen scoren. Maar ja... Dat kwam er weer niet van dan. Is dat weer een tegenvallende wedstrijd? En eventjes aanhaalt als je dan ook nog eens een keer gelijk speelt vlak ja, voor tijd. Ja, ik vraag ook niet. Ja, je weet niet of dat ook in die kopie speelt of van de jongens van nou, dat is een mooie wedstrijd om een paar doelen te maken. Ik denk bij Verheid niet hoor. Ik denk dat Verheid daar wel heel streed in is en gewoon een wedstrijd speelt om te winnen. Natuurlijk vindt hij het leuk om te scoren, om zelf te scoren. Ja. Maar ik denk niet dat hij daar alleen maar op uit is. Het zijn altijd wel lastige wedstrijden, want Jong Utrecht die kan daar niks verliezen, die speelt vrij uit. ADO moet dan winnen. ADO moet werken naar de na-competitie. ADO moet werken naar de vorm. Dus dat is ook niet makkelijk. Nee, maar je bent zelf ook trainer geweest. En dan weet je dan, als je als team niet met een hele goede instelling... En ik ga er niet vanuit dat ADO niet met een goede instelling... Maar je weet dat als het gewoon niet draait, het zit er niet in... Dan is dat vaak in een wedstrijd heel moeilijk om dat weer om te draaien. Ja, dat lukt gewoon niet, weet je. Dan moet je heel veel geluk hebben. En het zal misschien onbewust toch in die kopjes meespelen van... Het is Jong Utrecht, daar kunnen we tegen scoren, daar moeten we van winnen. Dat zal wat makkelijker gaan. En misschien ook ergens in de achterhoofd speelt die na-competitie mee. Je weet ook niet precies hoe de technische staf over die wedstrijden nu denkt. Van moeten we werken echt naar de na-competitie of moeten we deze wedstrijd alles geven, alles riskeren. Dus er spelen een heleboel factoren spelen nu mee. Ja, aan de andere kant krijg je ook denk ik een beetje onzekerheid in een ploeg. Want je krijgt nu weer in de laatste fase een doelpunt tegen. En dat is niet de eerste keer dit seizoen. Dus dan heb ik zoiets van, ja, als je die tweede helft speelt, je staat met 1 doelpunt voor. Misschien onbewust komt er een bepaalde angst in een ploeg. Dus ook dat is natuurlijk een gegeven. Ja, ADO is daar wel wat meerdere keren tegen aangelopen dit seizoen. Dus dat zal best wel meespelen. Alleen ik vind nog steeds dat de organisatie bij Balverlies stukken beter staat dan destijds bij Ruud Brood. Dat vind ik wel. Alhoewel ik ook eerlijk moet zeggen dat ja, er vallen nog steeds wel echt gaatjes waarvan je zegt hoe is dat mogelijk op dit niveau om die fouten nu nog te maken. Ja, nou worden spelers tijdens de wedstrijd bij een 1-0 stand, als een Stijn, Jan Maat, Kies, nou worden gewisseld. Daar kun je nu alle kanten mee. En als trainer, denk ik, doe je het eigenlijk nooit goed in deze fase. Want daar raakt iemand geblesseerd en zegt, ja, die moet je ook niet spelen of die moet rust krijgen. Dat wil je dan in deze fase nu ook doen. Ja, aan de andere kant, dan speel je gelijk en zeg je, ja, maar hoe kan je ook die spelers wisselen? Ja, maar dat is nu het moeilijke waar de technische staf en Frank denk ik mee worstelen ook. Moet ik ze laten staan en dan inderdaad misschien alles of niks gaan spelen om die wedstrijd alsnog te winnen.
Maar moet ik ze ook misschien helemaal fit en vers en fruitig naar de na-competitie brengen? En inderdaad, een trainer en de staf kan het op dit moment bijna niet goed doen. Maar ik vind eigenlijk wel, laat Frank en zijn technische staf gewoon lekker zijn werk doen. En laten we hopen dat dan alles bij de na-competitie er staat en dat het goed gaat. Goed. Maar dadelijk met jou verder, want op het trainingscomplex in Rijswijk spraken we ook nog met speler Ricardo Kiesna. Ricardo, nog even terug naar de wedstrijd tegen Jong Utrecht. Hoe kijk je terug op zo'n wedstrijd? Ja, weet je, je probeert de wedstrijd te winnen, je wint hem niet, dus dat is teleurstellend. Maar ja, ik denk dat we als lichtpuntje eruit kunnen halen, dat je weinig hebt weggegeven over de hele wedstrijd. En zo'n moment als dat die tegengoal valt, ja, dat moet eruit. En, ja, een leerzame wedstrijd weer. Ja, ja, want je gaat het veld op als team. Als je ook je thuispubliek, die wil je gewoon zo'n avond eens een keer lekker vragen van maken. Dan zit het er niet in. En dan is het vaak heel moeilijk, denk ik, in een wedstrijd om het alsnog te draaien. Een andere wending te geven. Ja, natuurlijk. Ja, kijk, je ziet het, zo'n jong team, wat eigenlijk een opleidingsteam is, gaat opeens met 5 achterin spelen. Dus het is natuurlijk makkelijk om te zeggen van joh, je wil publiek en zo van maken. Maar je hebt altijd te maken met de tegenstander. En dat werkt ook niet altijd mee. En hun doen het gewoon heel verdedigend. Ze deden ze best behoorlijk. En dan wordt het gewoon lastig voor ons. En natuurlijk probeer je in de wedstrijd wel je openingen te vinden en kansen te creëren. En leuke dingen te doen. Alleen ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Een paar weken geleden, ook voor onze microfoon. Toen zei je ook teleurgesteld te zijn in ADO Den Haag. Toch ook jouw club. Afspraken waren niet zo nagekomen en dat soort zaken meer. Inmiddels heeft de grote aandeelhouder heeft gesproken, directie, inmiddels bekend wie de nieuwe directeur wordt. Men heeft aangegeven van we gaan werken aan een technisch directeur. In hoeverre is de zaak gekanteld tot nu toe, voor jouw gevoel? Nul. Er is nog niks doorgevoerd zeg maar tot aan hier, dus ik heb daar nog niks van gemerkt. Dus ja, ze zullen waarschijnlijk hartstikke hard bezig zijn, maar voor mij persoonlijk heeft dat nog niets veranderd. Nee, want jouw woorden waren natuurlijk heel duidelijk, ook richting ADO van luister, ik heb bepaalde ideeën, die wil ik wel eens ventileren, ja. Ik weet alleen niet bij wie. Nee, klopt, en diegene is er nog steeds niet, degene met wie ik te maken zou moeten hebben. Dus daarom mijn antwoord van ja, voor mij is er nog niets veranderd. Natuurlijk heb ik het filmpje ook gezien en zie je dat de mensen bezig zijn, alleen... Ja, voor mij is er nog steeds geen direct aanspreekpunt. Nee, maar goed, de nieuwe directeur is inmiddels dan wel bekend. Ja. En men zegt van prioriteit heeft het aantrekken van een nieuwe zeg maar technisch directeur of technisch manager. Ja. Ja, die had er natuurlijk eigenlijk al lang veel eerder moeten zijn. Ja, tuurlijk. Alleen ja, dat station ben je nu gepasseerd. Dus dat is nou eenmaal zo. Ik hoop voor de club dat ze een goede iemand kunnen neerzetten op korte termijn. Want dat zou alleen maar goed zijn voor de club en voor de spelers. Dat moet blijken natuurlijk. Ja, je gaf toen ook aan van, mijn toekomst zal in principe niet bij ADO Den Haag liggen. In hoeverre is dat een beetje bijgesteld? Of is daar nog niet weinig, wat uit je woorden opmakend, is daar nog niet veel in veranderd? Nee, eigenlijk niet. Ik heb nooit gezegd dat ik het sowieso heb uitgesloten dat ik hier volgend jaar ben. Aan de ene kant is het erg klein. En wat ik zeg, we zijn nu een maand verder nadat ik dat interview heb gegeven. En voor mij ligt er nog steeds niet iets duidelijk op tafel, zeg maar. Dus voor mij kan er ook niet veel veranderd zijn. Dus niet veel veranderd. Nee. Speelt er voor jou nog een rol of ADO volgend seizoen in de keukenkampioendivisie speelt of eventueel in de eredivisie? Ja, natuurlijk wil je als groep het hoogst haalbare halen. Dus dat zou zeker leuk zijn. Alleen daar is mijn keuze niet afhankelijk van. Nee, als het gewoon als het plaatje goed is en er is een leuk perspectief en ik kan het hier naar mijn zin hebben, dan sta ik overal voor open. Ja. Dan komt de na-competitie dadelijk aan. Nog 2 wedstrijden gaan in de reguliere competitie. Ja. Is wel lekker als je natuurlijk 2 goede wedstrijden kan spelen richting die play-offs. Ja, natuurlijk. Nee, dat is ook hetgeen waar de trainer onwijs op hamert. Weet je, je wil met een goed gevoel erin. Ik denk als we de afgelopen weken kijken, de laatste periode sinds de trainer het heeft overgenomen, denk ik dat we echt aan het werk zijn op dominant voetbal. Het domineren van wedstrijden en dat steeds beter gaat. Dan zitten wel eens een mindere wedstrijd als Utrecht tussen. Maar ja, als ik ook wel weer zie dan hoe we de kansen niet minder weggeven en zo, dan geeft mij en de groep dat wel erg veel vertrouwen. Dus ik kijk daar wel met heel veel vertrouwen naar uit, ja. Ja, ik denk dat het voor ADO ook belangrijk is dat je 2 tegenstanders krijgt waar je ook wat aan hebt. Almere heeft nog iets te winnen. Ja. Ja, uit bij Emmen is natuurlijk ook een stukje prestigewedstrijd. Ja, weet ik niet of je dat zo moet zien. Je hebt Almere inderdaad, dat is een mooie tegenstander die er goed in zit op het moment. Alleen ja, Emmen is natuurlijk wel dicht op de eventuele eerste play-off wedstrijd. Dus dat is misschien wel iets waar je rekening mee moet houden. Alleen ja, dat is aan de trainer natuurlijk. Ja, dan speel je vaak om zo hoog mogelijk te eindigen. Maar ik denk dan ook op een gegeven ogenblik, als we de na-competitie ingaan, tegen wie je speelt. En je kijkt wie er allemaal dag in die na-competitie gaan spelen. Stuk voor stuk allemaal lastige tegenstanders. Ja, natuurlijk.
de statistieken zeggen volgens mij dat de nummer 7, 7 en 8 de laatste 3 jaar zijn gepromoveerd. Dus ja. Uiteindelijk is dat maar een nummertje. Het gaat erom dat wij heel goed moeten zijn in de play-offs. En ja, dat kan in het voetbal met de dag verschillen natuurlijk. Alleen ja, je moet de kans zo groot mogelijk maken dat je top en top bent. Daar zijn we hier voor keihard aan het werk. En ik heb er veel vertrouwen in, laat ik het zo zeggen. Ja goed, en dan kan een lekkere wedstrijd morgen tegen Almere ook bij helpen. Ja, tuurlijk. Weet je, het heeft, ik denk ook dat het een stukje moraal is wat gaat helpen. Nou, de sfeer hier is hartstikke goed. In de groep met de staf, alles loopt geolied. Dus ja, alle omstandigheden zijn er in ieder geval om het succes te laten worden. Tot zover Ricardo Kiesna, ja, belangrijke pion bij ADO Den Haag. Dat mogen we denk ik wel zeggen, Ben. Ja, een hele belangrijke speler. Ik denk zowel op het veld, maar ook in de kleedkamer en op het trainingsveld is hij natuurlijk met zijn routine is die heel erg belangrijk. Het is ook een jongen die, vind ik, heel nuchter kan praten over voetbal en die er ook goed tegenaan kijkt. Dus ik denk voor ADO een hele belangrijke speler om te behouden. Ja, nog 2 wedstrijden in de reguliere competitie. Niet de makkelijkste. Komen zo op, Almere thuis en dan FC Emmen uit. Maar het is nu toch wel zaak dat je, denk ik, met een bepaalde flow richting die na-competitie gaat. En niet, laten we zeggen, met hangen en wurgen het seizoen afmaakt. Dat is waar. En hoe lekker is het dan niet dat je de laatste 2 wedstrijden zulke tegenstanders kan treffen. Ja. Want dat zijn tegenstanders van formaat. En daar zal ADO vol tegenaan moeten spelen. Dus je kan het bijna niet beter hebben dan dat soort wedstrijden. Dat is 10 keer beter dan dat je nu tegen Helmond Sport of Jong Utrecht moet spelen. Ja, dan krijgen we nu nog die 2 wedstrijden om te beginnen. Inderdaad, vrijdagavond tegen Almere City. Die ploeg speelt nog ergens voor. Ja, en die zijn volop in een flow. Die hebben alles nu mee. Die hebben natuurlijk 2/3 van de competitie heel slecht gedraaid. Veel te laag gestaan. Trainer moet ontslaan. En nu met de nieuwe trainer zie je gewoon dat ze allemaal resultaten halen. Ze spelen makkelijk, ze scoren. Het wordt een hele lastige tegenstander. Maar nogmaals, ik denk op dit moment voor ADO zijn dit de mooiste tegenstanders om tegen te spelen. Daar kan je tegen meten. Ja, want je wil zelf natuurlijk ook nog aan de bak. Je wil niet weer een wedstrijd verliezen. Dan vraag ik me alleen af van ja, iedereen zegt van ik probeer zo hoog mogelijk te eindigen. Als je straks de na-competitie ingaat, heeft dat te maken met wie je tegenstander wordt. Maar ik denk dat alles wat in die na-competitie zit, ze zijn allemaal lastig. Of het nou Roda is, of het is Excelsior, of het is misschien daar wel Almere. Het blijft lastig. Ja, dat vind ik ook. Ik vind welke plek je eindigt of wie je straks treft, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik denk dat alles erop gericht moet zijn om je ploeg helemaal klaar te stomen voor die na-competitie. En dat je nu goede wedstrijden moet spelen en dingen moet gaan uitproberen die je straks wil gaan spelen in de na-competitie. En dat iedereen dan van de ploeg fit is. Ja. Nog even 1 ding. Bolt heeft inmiddels aangegeven, de aandeelhouder, dat Edwin Rijntjes volgend jaar de directeur is. Prioriteit is nu het zo snel mogelijk aanstellen van een goede technisch directeur. Men schijnt daarmee bezig te zijn, maar dat is inderdaad wel noodzaak dat hij op korte termijn gaat komen. Ja, ik moet eigenlijk een beetje op glimlachen, want ik denk dat die prioriteit al 2 maanden geleden er had moeten zijn. En de technisch directeur had al lang daar zijn werk moeten doen naar volgend seizoen toe. Ja. Nou oké, ik vind dat ze daar al heel laat mee zijn. Te laat is het ook niet juist, maar heel laat. Want een technisch directeur had nu al lang zijn sporen moeten verdienen weer naar het volgende seizoen toe. We gaan het allemaal afwachten, Ben. Ja. Bedankt in ieder geval. Want wij gaan even kijken naar het programma van de diverse ADO-teams de komende dagen. Beginnen we op de vrijdagavond. Om 8:00 speelt dus ADO Den Haag in het Cars Jeans Stadion tegen Almere City FC. Zaterdag speelt ADO onder 21 een oefenduel. Om 14:45 wordt op de aftrap begonnen tegen de Graafschap onder 21. En zondag komen de vrouwen van ADO Den Haag weer in actie. Zij spelen dan om 12:15 de uitwedstrijd tegen Feyenoord. En met het programma van de ADO-teams de komende dagen zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Studio ADO. Ben, jij weer bedankt voor je komst. Thuis bedankt voor het kijken. En wat Studio ADO betreft weer graag tot volgende week. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door De Boer, maatwerk in keukens.